Ja, dit was ik uh, toen ik twee jaar was. En uh, mijn ouders en mijn opa en oma namen me nog wel eens mee naar de speeltuin. En uh, dan zeiden ze: daar staat de klimrek en de zandbak. En dan kun je spelen met andere kinderen. En het eerste wat ik dan deed was naast mijn ouders op het bankje zitten. Of naast mijn opa en oma. En dan gingen we gewoon een beetje zelf praten. Maar het laatste wat ik was, ging, ging doen was meespelen met de kinderen. Nou, er is een hoop veranderd in de tussentijd. Ik ben inmiddels uh, twee jaar vrijwilliger bij YMCA Evenburg. En eigenlijk zeg ik nu al vrijwilliger, maar eigenlijk ben ik ben gewoon een heel groot kind bij YMCA Evenburg. En dit was ik vorig jaar met mijn huttenbouwgroepje. Uh, met zes uh, leeftijdsgenoten bouwen zij elke ochtend aan een hut. En in de smiddags doen ze allemaal leuke sport- en spelactiviteiten. En zo ziet het er dan aan het eind van de week uit. Hè? Een heel groot veld met allemaal instabiele hutjes. Gemaakt van pallets die met een paar spijkers aan elkaar vastzitten. Uh, een soort van waterdicht gemaakt met cel, met vlaggetjes en kleurtjes. En voor ons ziet het er misschien zo uit, maar voor die kinderen zijn het eigenlijk een veld vol met allemaal droomkastelen. En ze zijn er allemaal even trots op of je nou één verdieping hebt of twee verdiepingen hebt, of je nou groot is of klein. En één ding is zeker: in elk droomkasteel zit een hut, uh, zit een deur. En die deur is heel bijzonder. Uh, Dagmar, dat was een van mijn kinderen vorig jaar, en die zag dat één kind niet door de deur paste. Dat was wel logisch, want ik, het grootste kind van het groepje, was 1,86 meter en de deur was slechts één meter hoog. En het werd haar persoonlijke missie om een deur te maken waar iedereen doorheen paste, inclusief ik. En daar heeft ze de hele week hard aan gewerkt. Hele ochtenden, hele bergen materiaal heeft ze eraan besteed. Ze heeft een paar keer bijna in mijn hand gezagen, heel vaak op haar eigen duim ges geslagen. Uh, maar aan het eind van de week was die er toch echt. Ook een deur waar ik doorheen paste. En ze was zo trots en was zo blij met het eindresultaat. En dat merkte je ook, ze staat hier in de blauwe jas achter op de foto. Uh, want als haar ouders kwamen, was dat ook het enige stukje wat ze liet zien van haar hut: uh, dat de muren die niet stonden, dat de. Dat het dak er niet op zat, dat je er niet op kon staan, dat deed er niet zoveel. Maar nee, die deur, die was perfect. Haar droomkasteel was alleen compleet met die deur. En zo hebben al die kinderen iets uh, in die hut zitten waar ze eigenaarschap over hebben. In een stukje hut waar ze zo trots op zijn dat alleen dat kleine stukje goed is. Dan is die hut voor hun hun droomkasteel. En uh, toen we die hier een aantal jaren geleden mee begonnen... Uh, vanuit de bakker waar ik werk, bakker van Maan in Ieperenburg, deed ik dat samen met collega's, hier met mijn zusje en uh, Emily een collega. En dat vinden we heel erg mooi om te doen, want dan kom je er ook eigenlijk achter uh, wat voor belangrijke rol je hebt als bakker in de buurt. Want de hele week komen er dan mensen naar je toe en die zeggen: ze, hé, hey, hey, ik ken je ergens van, maar ik weet niet zo goed van wie, van wat. Zeg: ja, ik werk uh, bij bakker van Maan en dan reageren ze hier allemaal van: oh, wat gaaf en wat leuk dat jullie dat doen. En zo vinden wij dat ook. Wij vinden het ook heel erg leuk om te doen. Vanuit de bakker. Uh, verkopen we brood en koffie. En we vinden het schitterend om uh, die mooie momenten te creëren voor kinderen en ouderen en volwassen mensen in de buurt. En dat doen we niet alleen in onze eigen winkel, maar ook zo vaak mogelijk buiten de deur. Bijvoorbeeld voor uh, het huttenbouwdorp van YMCA. En dat doen we niet alleen vrijwillig, maar dat doen we ook door het ondersteunen van bijvoorbeeld het sponsoren van brood. En voor mij is eten en drinken iets heel bijzonders. Want als ik terugdenk aan de tien le laatste leuke dingen die ik heb gedaan, was er altijd wel iets van eten erbij. En misschien is dat voor u ook wel zo. Dus, met ons brood, met onze verweers, maakten wij het mede mogelijk samen met al die andere verweers, omdat die kinderen een schitterend leuke week hadden. En daar heb je zoveel profijt van, hè? tenminste profijt, heel veel plezier ook van. Want de weken daarna kwam Max, een van de kinderen, soms een beetje onhandelbaar gedurende de week, maar la weken later kwam hij nog elke week terug om te vertellen hoe leuk hij het had gevonden en hoe uh, dankbaar hij was dat, dat hij dat uh, mede door ons een leuke week had gehad. En ze hebben zelfs een keertje meegebakken. En toen ik zei tegen uh, mijn collega's dat ik dit ging doen, zeiden ze, oh, dan ga je vast wel weer zo'n uh, verhaal vertellen over uh, blije bakkers en blije broden en blije klanten en blije bakkerijen en blije bedrijven en blije mensen. Um, nou, niets is eigenlijk uh, minder waar, want naast bakker ben ik ook uh, student technische bedrijfskunde. En kwam ik in de afgelopen vijf jaar bij wel meer dan tien bedrijven op bezoek. Uh, ik heb echt van alles gezien. Ik heb uh, productielocaties doorgelicht, communicatieplannen geschreven. Ik heb echt van alles gedaan. En uh, dat ging heel erg vaak zonder uh, het contact met die mensen. En ik vond het eigenlijk, uh, kan ik nu wel zeggen, ben ik het soms wel zat om al die plannen maar door te moeten voeren. Want uh, die plannen die gaan namelijk nooit over de mensen. Of dat bedenk je ook namelijk nooit met de mensen. Dat bedenk je alleen maar uh, volgens een technisch bedrijfskundig verantwoorde manier. En dat was niet altijd de manier waar ik achter stond. De projecten die ik leuk vond, voordat u straks denkt hij vond niks aan de studie, nee ik vond het geweldig. Maar de projecten die ik echt leuk vond, die werden wel altijd beoordeeld het slechtste door school. Want ja, dat vonden ze dan niet helemaal goed. En mijn werk bij de bakker, dat vond ik wel schitterend. Want dan kon ik precies de klanten en de gasten op mijn eigen manier blij maken. En daarom doe ik dat werk al 7,5 jaar met zo ongelooflijk veel uh, plezier. Dus. <laughs> en dat, dat je dat op die manier moet doen, uh, dat geef ik ook door aan onze nieuwe, nieuwe collega's. Uh, elk, iedereen die bij ons in dienst komt, die komt eerst op een introductieavond en dan vertel ik ze hoe belangrijk het is dat ze hun werk op hun eigen manier gaan doen. Op een manier waar zij achter staan, op een manier uh, waarop zij zich op hun gemak voelen, de klanten en gasten die we elke dag bij ons in de winkel ontvangen, uh, blij te maken. En. Om mij eens zie ik mijn studenten en leeftijdsgenoten allemaal omvallen vanwege de hoge druk van buitenaf. Hè. Ze moeten studeren, ze moeten werken, ze moeten soms meerdere bijbaantjes, 1, 2, 3 hebben, om dat sociale leven te kunnen betalen, om dat sociale leven te kunnen leiden, om maar een soort van succesvol te zijn. En ze vallen allemaal één voor één omver. En eerst dacht ik van, ah, het valt wel mee, maar je ziet ook die berichten, misschien zag u ze ook de laatste tijd, een aantal burn-outs onder jonge mensen neemt alleen maar toe, toe, toe. En wat ik die week heb geleerd is dat het eigenlijk heel mooi is om die verwachtingen soms gewoon maar even te laten gaan en gewoon te doen waar jij zin in hebt. En als je dan denkt van nou mijn missie wordt het om een deur in een hut te maken en dan maakt het even niet uit hoe die, deur de, hoe die je hut er aan het eind van de week uitziet. Dat is dan maar misschien een paar pallets met een paar spijkers aan elkaar die net waterdicht is en net instabiel duwen, dus dat je er net niet op kan staan. Maar als je deur maar goed is en als dat jouw droom is, nou, dan heb je toch eigenlijk een heel erg mooi resultaat voor jezelf bereikt. En als ik dan één ding vanavond aan jullie mee wil geven, en ook een klein beetje aan mezelf. En als we het dan allemaal zouden doen, zou het toch mooi zijn als we allemaal zo'n klein stukje uh, ideaal na gaan leven. En dan toch uiteindelijk een heel blije mensen met blije bakkers in een blije wereld worden. Dank jullie wel.